uiteraard zal ik kort beginnen met de studies van Antwerpen. Eerst en vooral, waar kun je informatie vinden over studies? Ik denk dat jullie allemaal de website kennen ondertussen. Ik vermoed dat iedereen via de website hier is beland. Op de website hebben we info over welke studies lopen er nu. We hebben ook info over wetenschappelijk onderzoek. Wat is dat? Hoe verloopt dat? Maar ook studies die afgerond zijn, als we daar resultaten van hebben, dan zullen we die ook op de website zetten, zodat je ook een besef hebt van waar heb ik nu aan meegewerkt en heeft dat iets opgeleverd. In het UZA hebben we ten allen tijde verschillende studies lopen uiteraard. Eerst en vooral zijn we een grote studiedatabase aan het opbouwen. Wat is dat? Dat is gewoon een bestand met alle patiënten die geïnteresseerd zijn in onderzoek. Stel dat wij een nieuwe studie opstarten, dan gaan we kijken in dat bestand van oké, wie heeft er aangetoond, ik heb interesse. Dan contacteren wij u, dan stellen wij de studie voor en dan vragen we, wilt u meedoen aan deze specifieke studie? Op die moment kunnen we nog altijd zeggen, goh, dit interesseert mij niet of het komt mij niet goed uit, nu liever niet. Straks tijdens de pauze zullen ik en Frauke, onze studieverpleegkundige, ook buiten zitten. En kunnen jullie uw contactgegevens bij ons achterlaten als je dat zou willen, om in dat bestand te komen, zodat we u in de toekomst kunnen contacteren. En dan hebben we nog een andere studieloop die ik zo meteen kort zal voorstellen. En uiteraard hebben we de website. Ook op de website staan er ten allen tijde verschillende digitale vragenlijsten die je thuis gewoon rustig op je gemak kunt invullen, maar waarbij dat je ons ook helpt om meer informatie te krijgen. Er zijn ook verschillende studies die ondertussen afgerond zijn. Enerzijds zijn we daarmee bezig met het opvolgen van patiënten, anderzijds met de resultaten te bekijken. Onder andere, zoals Sarah daar straks zei, naar de volatiele organische componenten. We hebben ook een studie met Michael naar het FODMAP-dieet. En een post-COVID-onderzoek, waar dat denk ik ook wel sommige van jullie aan meegewerkt hebben via de website. In de komende maanden zouden we daar normaal meer over kunnen zien verschijnen. Dan de rol van meststel. Ik denk dat er ondertussen al veel over is verteld vandaag. Wij hebben ook een studie lopen die naar de befaamde meststellen kijkt. Dus dat zijn, zoals gezegd, ontstekingscellen die we voornamelijk kennen uit allergieën. En die, wanneer dat ze geactiveerd worden, verschillende prikkelende stoffen gaan vrijstellen, zoals onder andere histamine, die op hun beurt dan weer de zenuwen kunnen irriteren en zo pijn veroorzaken. Wat doen wij in Antwerpen nu? Wij nemen eigenlijk bloed van patiënten en gezonde mensen en daaruit gaan we meststellen kweken. En dan, nadat we die 5 weken goed verzorgd hebben en dat dat volwaardige volwassen cellen zijn, gaan we eigenlijk kijken hoe zien die cellen eruit, hoe gedragen die zich. Zijn die anders tussen patiënten en gezonde mensen? Natuurlijk, dat zijn cellen die we uit het bloed hebben gehaald, die zijn nooit in die darm geweest. En bij IBS is het een veronderstelling wel dat het een darm is die ziek is. Dus waar zijn we nu mee bezig? Om eigenlijk die cellen die we uit dat bloed hebben gehaald onder te brengen in een darmomgeving. En hoe doen we dat? Daarvoor nemen we eigenlijk biopsies van patiënten en gezonde mensen om daar dan onze cellen in onder te brengen, om te kijken, als we die cellen in die darmomgeving zetten, gaan die zich anders gedragen, gaan die geactiveerd worden, wat gebeurt daar? Daar hebben we uiteraard patiënten voor nodig. Dus we zoeken ten allen tijde nog mensen die ofwel bloed willen geven, ofwel een beperkt darmonderzoek willen krijgen, zodat we een paar biopsies kunnen nemen. Zo meteen tijdens de pauze, ik en Frauke zijn er allebei voor als je vragen zou hebben over de studie of meer informatie wilt, kunnen altijd bij ons terecht om dat te vragen. En dan zoals gezegd, de website. We hebben daar enerzijds de zelftest, die denk ik ook wel een deel van jullie zal ingevuld hebben. Die gegevens houden we bij als daar toestemming voor gegeven wordt. En dan bekijken we ook van de bezoekers op onze website hoeveel mensen voldoen nu aan die bekende Rome-criteria, hoeveel mensen hebben alarmsymptomen. We hebben daar ook al een eerste analyse van gedaan en die resultaten zijn ook al beschikbaar op de website. En dan heb ik hier nog kort enkele cijfers over de website. We zijn gestart in november 2019, dus we zijn eigenlijk nog een redelijk jonge website. Maar we hebben sindsdien toch al bijna 20.000 bezoekers ontvangen. En we merken dat vooral de laatste maanden met de publiciteit rond het prikkelbare darmsyndroom in de media, dat er veel meer interesse komt. Dus dat toont ons ook dat jullie interesse hebben in het onderwerp en er graag meer over te weten willen komen, wat dan natuurlijk heel fijn is.
En ook als we kijken naar de zelftest, elke dag worden er ingevuld. Elke dag zijn er dus mensen die zich nog afvragen, heb ik mogelijk IBS?